hetzelfde. Eén regendruppel. Zeker. Oh ja. Alles wat nou valt, valt vanavond niet. Here we go. Ja, de voorspellingen zei regen. En iedereen zo, ja, dat zal wel. Want iedereen zat te zonnen. Maar misschien komen de voorspellingen dan toch nog uit. Dory. God, dat zul je net hebben. Dit is dus die hele gevaarlijke. Zoals de kleur ons al doet geloven. En die gaat tot 8 uur, hè, nu ineens. Dus hij is er om 8 uur nog steeds niet. Nee, maar hier zit er ook een piek. Ja, precies. Je zit op dezelfde lijn als dat. Dit is een half uur, dat stukje. Hey, maar hij vertraagt enorm, ja. Volgens mij. Waar gaat hij naartoe? Dus dan hebben we waarschijnlijk het geluk dat hij er precies tijdens het concert is nu. Mm-hmm. Wat wordt dit? Vinden wij dit leuk, zo'n rood ding hier voor ons? Ja, ze kijkt eens achterom hoeveel ze er nog moet. Ze keek echt zo van, oeh, het moet er nog 5000. Maar ik vind er echt helemaal niks. Hallo. Is this... Just for the front ride. And why? Why? I was just asked. I don't like it. You don't like it? So, Oh, het veert. I'm gonna be fixed up a little bit, so you've gotta have these cut. They told you to do that? Yes. Only the front row? Yes. They are special? Yes. Why? They're the VIPs in one of the function rooms. The VIPs? Yes. Who are they? Yeah, because I don't want VIPs on the front row. Because they sit always like this. Would you like me to have them taken off then? Yeah. Yes, I take the responsibility. And you tell the VIPs to go there and that they can come too late and to speak and whatever. Okay. And we put the fans here. And when somebody says something, they come to me. Okay. Okay? I'm André. Maar dat is een zin. Een echte fly. Daarvoor zijn we dan toch Maastrichtenaren waarschijnlijk. Ja, als je dan zo thuis, van thuis weg bent lang, dan ineens heb je zin in echt lekkere fly. Maar het is het niet hoor. Ze hebben 2 runners hebben gezocht, we hebben 2 verschillende gekregen, maar het, nee, het tipt er nog niet aan. Maar ja, bij gebrek aan beter. Dag Tanja. Hoe gaat het? Niet huilen. Oké. Tja, Tanja is jarig nu. Daar of hier? Ik weet het eigenlijk niet. Ik weet niet wat het jarig is. Ja, en daardoor hadden ze dan bedacht van, omdat ze altijd spelen, hè, bij het orkest als iemand jarig is. Om er dan te bellen en zo. Maar ik wist van tevoren, bedoel, dat vind ik superleuk. Dus, ze heeft waarschijnlijk niet maar half gehoord, want die begint dan toch meteen te janken. Maar het is leuk. Maar ik zal er daar eens bellen hoe ze het vond. Dat is het tenminste uitgehaald. Nog hem uit? Nee, het is klaar. Oké. Roos en Tanja zijn samen.
En die hebben besloten een kind te krijgen. Dus die hebben... ja, hoe gaat dat? Ik weet het niet. In ieder geval, die hebben een kind gekregen. Tanja is zwanger geworden en die heeft nog even... Oh ja, dat had ik helemaal vergeten. Tanja heeft nog even, want ze heeft me dat in Amerika gezegd, dat ze zwanger was. En toen zei ze meteen op mijn huilend, ja, dan kan ik niet meer naar Australië. En toen kwam zij zelf met een idee, weet je wat ik doe? Ik ga veel vroeger naar Australië, ik krijg daar dat kind en dan speel ik gewoon de tour mee. Maar ja, toen was ze eenmaal later maanden zwanger en toen heeft ze dat... toch maar niet gedaan, is ze daar gebleven. Hé, hey, liefie, ik kan nog even wat doen. Want om 6 uur gaan de deur open, dat is over 10 minuten. Oké. Oh ja, en gefeliciteerd trouwens. Ja, maar dat... Ja, maar nog niet... Ja, ja, maar nog niet echt precies op de datum. Ja, maar je was wel op de 12... Ja, ik was op de Australische datum. Ja, op 12-12, ja, oké. 12-11. Ja, maar dat... Oké, Sjaad. Tot straks, hè. Bellen straks. Ga daarna. Oké, oi Sjaad. Oi, 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 oi. Nou, 10 jaar, ik ben blij. Ja, omdat Tanja natuurlijk zwanger is, hebben we natuurlijk wel elke ochtend en elke avond wel even contact. Dat is zeker niet. Nee, maar het gaat goed met hoor. Het hele zwanger gebeuren, dat gaat hoe het moet gaan. Natuurlijk missen mij, maar het allermeeste missen gewoon hier het hele gebeuren gewoon echt heel erg. Ja, ik heb het koud, geef mijn jas maar. Ik heb dus gewoon mijn kleren aan en dan leggen ze voor de soundcheck een jasje klaar waar de zenders in zitten. En dat hangt daar dan gewoon klaar. In plaats van dat die zenders in mijn jasje of in mijn hemd moeten, is er altijd een jasje. Ja, nou was deze tour toevallig een blauw jasje. Geluid verzorgen in zo'n stadion, dat is een gigantisch moeilijk vak. Dat zal ik je zeggen. Dat is... Maar dat heb ik ze ook gezegd. Je moet zoveel geluid hangen. Dat doen we dus ook in de Arena Amsterdam. Als we daar dan zeggen, wat ga jij in de Arena Amsterdam? Een galmbak, dat kan helemaal nooit goed komen. Nou, we hebben bewezen dat het wel kan. Omdat we zoveel geluid ophangen, dat je dus met de viool heel zachtjes kunt spelen. En dat ze dat overal horen. Terwijl als je weinig geluid uithangt, dan moet je het heel hard zetten. En dan... krijg je dat vervormingsgedoe en galm en dat is het geheim. Je moet heel veel geluid ophangen. En dat konden wij wel, dat ik steel bij ons. Dus was, uit ieder raam kwam een box, geloof ik. Dat is echt heel indrukwekkend. Dus dat jasje, dat heb ik eigenlijk altijd, dat hoort bij de set. Frans Neus. Hi Graham, I'm fine, thank you. Bad news. I will discuss with Pierre what we do. Yeah. Yeah, okay, will do. Thank you. Ja, ze wachten nu tot die 6:50 al komt, die bui, met een stormwaarschuwing daarbij. Dat is 10 minuten voordat de show begint, dus dat is niet zo goed. Pierre,
Pierre gezien? Pierre hier ergens hier. Wat zeg je? Pierre, niet gezien. Even naar het kantoortje toe. Nou, dat kan. Ik smeer hem niet. Hebben jullie het kasteel al gezien eigenlijk? Helemaal van suiker gemaakt. Dus dat mag echt niet in de regio. De chef van de verzamelde venues hier in Brisbane heeft dat gemaakt. Heeft er ongeveer 300 uur aan gewerkt. Het is helemaal van suiker, het is dus eetbaar. Dus ik kom een cadeau voor André, mag ik het meenemen? Waar in Brisbane? Komt er ineens. Ja, daar is een bakker die heeft iets voor je gemaakt. Oké, bakker. Ja, weet je wat hij gemaakt had? Hij heeft heel Schönbrunn van suiker gemaakt. Je weet niet wat je ziet. Het is ontzettend mooi, lampjes erin. En nog een voorbeeldje hier, het is echt van suiker, eet maar. Ja, het was heel hard en niet lekker, maar het is suiker, je kunt het opeten. Ik heb het nog, ik heb het naar hier laten komen. Ik laat een mooie glazen stol opmaken. Ik vind het zo ontzettend mooi. En die man heeft het gewoon gemaakt, omdat hij het leuk vond. Voor ons. Leuk is dat, hè? Wat ze voorspellen is om 6:45 nu heavy rain en zware hagel. Ja, dat is niet gezellig voor mensen, hè, om te zitten. Ja, leuk. Ik ga André even wakker maken en hem verblijden met het goede nieuws. Evening. Yeah. Oh, we're great fans of yours. We are. How are you? Yes. No. Could you take care of some sun, maybe? Ask the Lord. But it's not raining. We've been praying all week. Yeah, but we've seen the radar just, and between now and half an hour, we'll have some thunderstorms. No, I don't believe. Ask the Lord. We'll ask him. Please. We'll ask him. Thank you. Very much appreciated. But Sam, just the goede mensen op het juiste moment. Good news. Dus dan komt het punt dat mensen, als we om 7 uur echt, als het hagelt, kunnen niet beginnen. Ah zo, het begint om 7 uur, ja. Waarom? Oh, vandaar, dat je zei, begint nu tussen nu en een half uur, dat is 7 uur. Precies. Dus, dansers. Dansers moeten klaarstaan, sowieso. Iedereen moet klaarstaan, de hele avond. Okay. En niet denken van, ik hoef pas vanavond weer. Oké. Okay. Ja, want dat was mijn grote zorg laatst ook. Nee. Oké, okay, dat het ballet niet klaar was. Dat spread the word. Oké. Okay. Ja. Aan alle positionen, alle tänzer, alle performers weitergeven, dass die alle bereit sein sollen. Während die ganze Show. Sowieso nicht weggehen, aber das Programm wird auch ändern. Und das macht André erst auf der Bühne. Also es kann sein, dass er anfängt sogar mit der Kaiserwalzer oder etwas. Oder nee, wie heißt das? Trittstratsch. Also dass er anfängt mit Ballett. Also die sollen alle um 7 fertig stehen hinter der Bühne. Wir kommen runter jetzt. Es ist severe storm warning jetzt, sagt Paul. So, severe storm warning now? It's a severe storm warning with high winds and severe hail. So, I don't think we have a choice but to advise people to leave the seating bowl. Yep. And for how long? We don't know that yet. You must see it on but the it's, radar. A, it's a period of we, maximum yeah, an hour. It's maximum, but we can't assess that yet. We'll be doing that as quickly as we can. But I think looking at the lighting, we need to move. Sometimes it's 15 minutes. Let's do the announcement on the PA right now. Ladies and gentlemen, may I please have your attention. We've become aware of a severe storm warning coming in from the west of Brisbane. As a result of that warning, we ask the patrons seated on the floor and in the lower tier, which is level 3 of the stadium, make their way to the concourse.
you can now leave the bowl, leave the stadium seating in the lower tier of the concourse and on the floor for your own comfort and safety, it will be very much appreciated. We will keep you updated with any further storm warning in due course. But if you can make those movements now, it will be very much appreciated. Ligt ook storm tegenkwam over offstage. Iedereen van de bühne af. We'll come back with more information. Everybody. Hoe laat is het? Half. Half. Mag nog een half uur? Allee, begin. En we hebben ook geen uitwijkmogelijkheid meer, hè? Ik kan niet meer... Namiddagconcert. Dan ga je een sterfje op de bühne van de warmte. Gaat helemaal niet. Nee, maar ik kan ook geen 500 vluchten omboeken even. Dat gaat niet. Jongens, Fred, clear the FOH, please. Could you please advise your security, the house security, to go off the aluminium coverage in the stadium? Will do, no problem. I'll see you there. I need to speak to you. I'm Ricky. I'm in front of the stage. Ricky, ga even van de aluminium af alsjeblieft. Meteen van de aluminium af. Nou, we gingen dus naar Australië. Peter de Beer, onze dokter die altijd meegaat. Jongens, pas op. Allemaal, weet ik, crème, 50, hoe heet dat allemaal, die factors van... ik smeer me nooit in, maar die meisjes weten precies waar ik het over heb. En drinken, we hadden pellets met zo'n iso-drank voor energie. Want pas op dat je niet uitdroogt, komen we daar... Is het hartstikke koud. Het was echt de koudste zomer ooit. Hey, ik kon helemaal niks zeggen. You were like, volgens mij was het donder voor de bliksem. Yeah. It's 100 meters away! Zag je dat? En toen na een uur mochten ze weer binnen en toen hebben we toch het hele programma kunnen spelen. Was wel ontzettend leuk natuurlijk. Ook daar weer, die mensen stonden gewoon te wachten. Ja, we wachten wel even tot het over is. En dan gingen ze wel allemaal zitten, 30.000 man. Leuk, ze voelden zo heel ontspannen allemaal. Good evening, ladies and gentlemen. They told me it would never rain in Brisbane. Please. People are drying your seats, so your bump will be dry. And then take a seat slowly, and we are going to play the program for you. Nee, in Brisbane mochten we ook en hadden we ook toestemming tijdens die storm. Was Pierre gaan praten met de president die dat toen ook was, die mevrouw. Ja, jullie mogen een half uurtje langer doorgaan. Pff, gelukkig. Hè. Dat is wat typisch André. Hè? Hij weet dan dat de onderhandelingen bezig zijn, die minister is ermee bezig. Maar ook het transport, hè, public transport. De mensen, de treinen en zo, die stoppen gewoon. En trams en bussen, die stoppen gewoon op een normale tijd. Dus dan moeten ze ook regelen dat die langer doorgaan. Dat hadden we gecleared en dan had hij zoiets van, nou, dan kunnen we. Dus hij ging het podium. Dames en heren, we hebben net gehoord dat de minister ons heeft toegestaan om tot 10:45. And I just heard that the minister is here and she promised that we could go on longer than is permitted so we can play the whole program. I want to thank the minister. Give her an applause.
ik denk, ja, nu is de toestemming er. Dat is ook een manier om het te regelen. Maar goed. Wat een mannetje. We hebben ook gezegd tegen de media, it never rains when André plays. En hij was ook nog niet aan het spelen, dus hij had zo'n beetje hand. Maar leuk is het niet. Want een concert afzeggen heeft gewoon zo'n enorme consequenties. Dat is gewoon niet leuk. Eentje geluk hebben. En dan bouwen we hem alleen nog maar op indoor. Hey, good, thank you. It was awesome. Loved it. Thank you for coming to Australia. Loved it. It was beautiful. Still call Australia home. Always with my heart. Always. It was beautiful, the whole show really. The art, the Scottish bags, the bagpipes. Awesome, loved it. Loved it all. Nice to meet you. 1, 2. En doedelzakken, zo'n ontzettend meeslepend geluid. En het, ja, dat hoorde natuurlijk ook. We doen dat echt niet na ieder concert. Alhoewel ik moet zeggen, na ieder concert, waar ook, wanneer ook, waar ook ter wereld, is het altijd een hele leuke sfeer. Altijd. Ik herinner me nog dat ik vroeger in de Limburg Symfonieorkest zat en dan hadden we de laatste noot gespeeld. Mooi concert, mooie symfonie van Dvorak of Beethoven. En wat doet het? Iedereen rent naar die bus. Ik wil naar huis. Dat was nooit iets van... God, wat hebben we toch samen mooi gespeeld, hè? Even een kopje koffie drinken of... Ja goed, bij ons is dat kopje koffie dan iets meer natuurlijk. Nee, en dan hier in Australië met die gigantische prestatie die je daar moest leveren iedere avond. Dus dat was iedere avond een ontlading. Ja, dan waren daar die doedelzakken en oeh, beginnen die te spelen. Ja, dan heb ik het niet meer, dan ga ik meteen dansen. Ik vind dat zo'n ontzettend... En niet alleen ik, maar iedereen... Tanja, gefeliciteerd. Ah, chic. Chic, hè. Louieke. Is alles goed? Ja, alles zit erop en eraan.
Ah, chic, hè. Ik had gezegd dat je een... Ja? Ik had gezegd dat je een jongetje zou krijgen, hè? Ah, chic, hè. Ja. Lieve Tanja en Roos. We zijn net allemaal opa en oma. Nee, opa en oma. Opa en oma. Oom en tante geworden. Lieve Tanja en Roos, we zijn net allemaal oom en tante geworden. Ik wil jullie ontzettend hartelijk feliciteren met Louieke Sydney Aerts. I've been traveling last year all over the world, from north to south and east to west on all the continents. I tell you, every concert, every night, wherever we played in the world, I've been thinking only of Ramsey Street! Thank you!